Dagelijkse woorden van God. Het vlees van de mens is door Satan verdorven en stekenblind gemaakt en diep gewond. De meest fundamentele reden waarom God persoonlijk in het vlees werkt, is omdat het doelwit van zijn redding de mens is, die van het vlees is. En omdat Satan ook van het vlees van de mens gebruik maakt om het werk van God te verstoren. De strijd tegen Satan is eigenlijk het overwinningswerk van de mens en tegelijkertijd is de mens ook het doelwit van Gods redding. Op deze manier is het werk van de vlees geworden God essentieel. Satan heeft het vlees van de mens verdorven en de mens werd de belichaming van Satan en het doelwit dat door God verslagen moet worden. Op deze manier vindt het werk van de strijd met Satan en de redding van de mensheid plaats op aarde en moet God mens worden om de strijd met Satan aan te gaan. Dit werk is uiterst praktisch. Als God in het vlees aan het werk is, is Hij eigenlijk strijd aan het leveren met Satan in het vlees. Als Hij in het vlees werkt, werkt Hij in het spirituele rijk en maakt hij zijn gehele werk in het spirituele rijk reëel op aarde. Degene die overwonnen wordt, is de mens die hem ongehoorzaam is. Degene die verslagen is, is de belichaming van Satan. En dit is natuurlijk ook de mens, die in vijandschap met hem leeft. En degene die uiteindelijk gered wordt, is ook de mens. Zo is het voor hem nog meer noodzakelijk mens met het omhulsel van een schepsel te worden, zodat hij echt de strijd met Satan aan kan gaan. De mens kan overwinnen die hem ongehoorzaam is en hetzelfde omhulsel heeft als hij. En de mens kan redden die uit hetzelfde omhulsel bestaat als hij en door Satan is verwond. Zijn vijand is de mens. Het doelwit van zijn overwinning is de mens. En het doelwit van zijn redding is de mens die hij heeft geschapen. Daarom moet hij mens worden en zo wordt zijn werk eenvoudiger. Hij kan Satan verslaan en de mensheid veroveren en bovendien kan hij de mensheid redden. En al is dit vlees normaal en echt, hij is geen gewoon vlees. Hij is niet van menselijk vlees alleen, maar van zowel menselijk als goddelijk vlees. Dit is het verschil met de mens en het teken van de identiteit van God. Alleen dit soort vlees kan het werk doen dat hij van plan is en de bediening van God in het vlees vervullen en zijn werk tussen de mensen helemaal afmaken. Als het niet zo was, zou zijn werk onder de mensen altijd leeg en gebrekkig zijn. Al kan God met de geest van Satan strijden en als overwinnaar uit de bus komen, dan nog kan de oude gezindheid van de verdorven mens niet opgelost worden. Zij die hem niet gehoorzamen en zich tegen hem verzetten, kunnen nooit werkelijk aan zijn heerschappij worden onderworpen. Dit betekent dat hij de mensheid nooit kan overwinnen en nooit de hele mensheid voor zich kan winnen. Als zijn werk op aarde niet opgelost kan worden, komt zijn management nooit ten einde en zal de hele mensheid nooit rust vinden. Als God geen rust kan vinden met al zijn schepselen, zal er nooit een resultaat voor het managementwerk zijn en zal de glorie van God vervolgens verdwijnen. Hoewel zijn vlees geen gezag heeft, bereikt het werk dat hij doet wel resultaat. Dit is de onvermijdelijke richting van zijn werk. Ongeacht of zijn vlees nu wel of niet gezag heeft, zolang hij het werk van God zelf kan doen, is hij God zelf. Ongeacht hoe normaal en gewoon dit vlees is, hij kan het werk uitvoeren dat hij zou moeten doen, want zijn vlees is God en niet slechts mens. De reden dat dit vlees het werk kan uitvoeren waartoe de mens niet in staat is, is dat zijn innerlijke wezen anders is dan dat van de mens, en de reden dat hij de mens kan redden, is dat zijn identiteit anders is dan die van enig mens. Het vlees is zo belangrijk voor de mensheid, omdat hij mens is en nog meer God. Omdat hij het werk kan doen dat een gewoon mens van vlees niet kan. En omdat hij de verdorven mens kan redden die met hem samenleeft op aarde. Hoewel hij identiek is aan de mens, is de vleesgeworden God belangrijker voor de mensheid
dan enig persoon van waarde. Want hij kan het werk doen dat niet door de geest van God kan worden gedaan, en hij kan beter dan de geest van God getuigen voor God zelf en de mensheid geheel voor zich winnen. En hoewel dit vlees normaal en gewoon is, is hij als gevolg daarvan zeer kostbaar door zijn bijdrage aan de mensheid en zijn betekenis voor het bestaan van de mensheid, en is de werkelijke waarde en betekenis van dit vlees van onschatbare waarde voor de mens. Hoewel dit vlees Satan niet rechtstreeks kan vernietigen, kan hij zijn werk gebruiken om de mensheid te overwinnen en Satan te verslaan en hem helemaal aan zijn heerschappij te onderwerpen. Juist omdat God geïncarneerd is, kan hij Satan verslaan en is hij in staat de mensheid te redden. Hij vernietigt Satan niet rechtstreeks, maar hij wordt vlees voor het overwinningswerk van de mensheid die door Satan verdorven is. Zo kan hij beter onder alle schepselen voor zichzelf getuigen en kan hij de verdorven mens beter redden. De nederlaag van Satan door de vleesgeworden God is een betere getuigenis en meer overtuigend dan de rechtstreekse vernietiging van Satan door de geest van God. God in het vlees kan de mens beter de Schepper laten leren kennen en kan onder alle schepselen betere getuigenis afleggen over zichzelf.